ene Piet Wezenpoel, die ik op dat moment nog helemaal niet kende, kondigde enigszins onbeholpen, maar zeer enthousiast, het kwartet van vibrafonist René ten Kate aan. En aan het eind van datzelfde concert was Piet Wezenpoel in zijn oordeel luid en duidelijk. Ja mensen, dit is een unieke gebeurtenis. Dit is fantastisch, we gaan hiermee door. Dit is echt ongelooflijk, mensen, uniek. We zijn nu honderden concerten verder. Jaar in jaar uit bleven ze komen, al die jonge, fantastische jazztalenten van het Haagse Conservatorium. Het podium bestaat 25 jaar en het swingt als nooit tevoren. Ik wil heel graag het allereerste exemplaar aanbieden aan de weduwe van Piet Wezenpoel, Brigitte Wezenpoel, die zelf ook in het boek geportretteerd is. En er schoot mij ook onmiddellijk een jazzstandard te binnen toen ik aan Piet dacht. Namelijk, there will never be another you. There will never be another Piet. Brigitte, namens het bestuur wil ik jou graag het eerste exemplaar opgedragen. Ja, en dan het tweede exemplaar bied ik heel graag aan het bestuur. En dan aan de voorzitter, Tjeerd Klapwijk. Dank u wel. Oh,
geweldig.